Oké. Eind van vandaag. We gaan het volgende doen. We gaan eerst een klein stukje loopcoördinatie doen. Voetenwerk, die combinatie ook weer draaien. Aan de rechterkant kom je. Achterrang, inderdaad, achterrang. Yes. Ja, dus wel met benen, maar niet dat je automatisch loopt bent. Maar je krijgt komt er even. Check. Check. Yes. Ja. 5, 4. Aanname vooruit duwen, dan is het buiten om, binnen door, korte passeerbeweging, rechts, links. Ik hou een van de drie kleurtjes in de lucht. Trap. Gaat ze ook linksom werken. Dus om en om. Yes. Rechtsom. Klaar. Dan gaan we weer linksom. Ja. De bal rechtsom. Als je die in de lucht houdt, die kunnen veranderen. Dus het kan zijn dat je eerst witte lucht houdt. En dat het daarna toch nog ineens oranje in de lucht houdt. Je werkt eigenlijk bij met deze oranje en gele pion. Dat is je stap. Oranje is stapje naar die pion. Geel stapje naar die pion. Yes? Is het oranje? Is het draaien? Hier kun je eventueel nog een kleine passeerbeweging. Draai je hier schop. Yes? Om de verdedigers heen schieten. En als je geel krijgt, dan is het dus voor, achter, schot in. Geel. Draaien. Of nadat je je passeerbeweging of je draaibeweging hebt gemaakt, dat je daarna dan juist je snelheid maakt voor je schop. Yes, dus wanneer je draait, je gaat dus iets langzamer in, dus je gaat er een beetje als een Fiat Panda ga je de bocht in en je komt er als een Mercedes kom je eruit rijden. Yes? Rust. Naar lijn. Boom. Kom maar, laatst. Afmaken. Goed afmaken.